De vroegere muziekschool, tegenwoordig MIK Kunsteducatie, wikt en weegt tussen blijven in de speeldoos of ingaan op de avances van woonwijzen en een nieuw eigen honk in gebruik nemen in Vught-Zuid. Een beslissing daaromtrent heeft men voorlopig uitgesteld. MIK wil de deur openhouden naar de speeldoos, maar staat de deur voor MIK nog wel wagenwijd open bij de speeldoos? De speeldoos zou aan voorwaarden moeten voldoen. Hoe ver wil de speeldoos gaan om MIK tegemoet te komen? Of kan en wil de speeldoos ook zonder de vroegere muziekschool verder? De directeur van de speeldoos heeft zich inmiddels behoorlijk geërgerd aan een artikel in het Brabants Dagblad van dinsdag. U hoort Harry Salvisberger. De speeldoos neemt niet deel aan enige discussie rondom woonwijze en MIK. Ik las vandaag wel een artikel in de krant dat wij on speaking terms zouden zijn met het MIK. Nou, laat ik vooropstellen dat het MIK de eigen weg heeft gekozen. En wij op basis van datgene wat het MIK etaleert ook onze eigen weg zijn gegaan. En ik stond enigszins versteld van het artikel en wat ik eigenlijk hierbij heb. Omdat er nog gesprekken lopen met Theater de Speeldoos. En wij zouden aan voorwaarden moeten voldoen van het MIK. Nou, wij kennen geen voorwaarden van het MIK. Er is nooit over voorwaarden gesproken. Ook zegt het MIK, de overstap wordt vooral ingegeven door het feit dat MIK bij de speeldoos niet al haar eisen bewaarheidsgemaakt worden. Nou, ik moet je eerlijkheidshalve zeggen, ik heb net een mail geschreven aan ook de wethouder, dat wij van geen eisen van het MIK weten. Sterker nog, ik heb meneer Antonio Almeida daar net over aangesproken. Hij zegt van ja, nee, wat er in het artikel staat in de krant, dat klopt niet. Ik zeg nou, dan is het toch wel hoog tijd dat je dit gaat rectificeren. Ik vind het ook niet nodig dat de speeldoos bij de discussies betrokken worden tussen het MIK en woonwijzen. Het MIK heeft besloten om naar een eigen locatie te gaan. En we hebben al aangegeven dat wij dat jammer vonden. Maar toen zij toch volhardend waren in het standpunt om te vertrekken, hebben wij onze eigen plannen verder ontwikkeld. En die zijn op dit moment eigenlijk bijna presentatieklaar. En die plannen, die kunt u, dat is een toekomst voor de speeldoos zonder het MIK? Dat is de toekomst zonder het MIK. En, maar in het verleden is toch wel de indruk ontstaan, ook bij mij, dat de speeldoos wel heel erg afhankelijk was van de aanwezigheid van het MIK als huurder. En dat daar een belangrijke pijler vormde onder voor het draagvlak van de speeldoos. Nou, laten we wel wezen, de activiteiten die het MIK op dit moment ontwikkelt zijn ontstaan in de speeldoos. De speeldoos is gebouwd als een school voor muziek. En uiteindelijk zijn er een aantal activiteiten overgeheveld naar het MIK. En natuurlijk is MIK een belangrijke pijler binnen de speeldoos, dat klopt. Maar dan moet je het zien in het totale pakket van diensten die wij aanbieden. Dus ja, antwoord op jouw vraag, het vertrek van het MIK uit de speeldoos. Dat zou, als wij daar zelf geen voorwaarden of geen nieuwe zaken hadden ontwikkeld, zou heel erg zijn. He, maar als het MIK weggaat, ja, het is een eigen vrije keus. Eigenlijk zegt u, wij hebben al geanticipeerd, we zagen dit aankomen, we hebben geanticipeerd op het mogelijk vertrek van MIK. En het is nu aan hen. Wij varen onze eigen koers, zegt u dat? Nou, we hebben nooit kunnen anticiperen op het vertrek van het MIK. We hebben zelfs het MIK aangeboden om onze locatie aan te passen, om zijn eigen ingang te geven. Maar daar zijn ze niet op ingegaan, daar wilden ze niet op doorgaan. Ook binnen het accommodatiebeleid zijn er talloze gesprekken gevoerd met het MIK over wat willen jullie nu binnen de accommodatie van het theater. Toen we dat uiteindelijk een heel en het eens waren, toen kwam als donderslag bij helder hemel het idee, of tenminste het plan dat het MIK naar een eigen locatie van woonwijze wilde gaan. Vanaf dat moment zeggen we ja, wij kunnen hier die zaak niet kapot laten gaan. Ik moet zorgen dat het theater overblijft en dat dit instituut behouden blijft voor de Vughtse gemeenschap. Het zijn niet alleen maar loze kreten, maar de proefdruk van mogelijkheden scheppen, waarin wij aangeven wat we in de toekomst willen gaan doen voor Vught. Ja, dat ligt in feite op de plank. Dat wordt volgende week wordt dat gedrukt. En ik wil dat binnen nu en no time, wil ik dat in ieder geval voor de vakantie, wil ik dat presenteren aan wethouder en het college en aan de raad. En als ik het daaraan gepresenteerd heb en ze hebben kennis genomen van onze nieuwe plannen, dan zal ik het wereldkundig gaan maken. En dan ben jij een van de eerste die dat van mij te horen gaat krijgen. Heeft de speeldoos zich de voorbije tijd wel eens speelbal gevoeld tussen MIK enerzijds en woonwijze anderzijds?
Nee, speelbal heb ik mezelf niet gevoeld. Het is een keuze die Woonwijze en het MIK zeg maar maken. Maar ik word niet graag een speelbal en ik ben ook geen speelbal. Toen ik dat eerst, toen ik het hoorde, toen heb ik al direct ingesproken, ook bij de raad. Van jongens, als jullie willen, jullie kunnen gewoon door met het accommodatiebeleid. En wij stappen in het gat wat zou ontstaan als het MIK weggaat. Er is nu wel een andere situatie ontstaan in de gesprekken en in de onderhandelingen. Met MIK proef ik een beetje, want u zegt, wij gaan onze eigen koers. U hebt zich wat minder afhankelijk gemaakt van MIK, van de muziekschool, kunsteducatie in Vught. Hoe moet het nu verder met die gesprekken? Ik heb geen idee. Dat is aan mijn bestuur. En daar is verder nog geen uitsluitsel over. Ik proef toch een beetje ook dat de toon wel een beetje veranderd is. Ja, nou, de sympathie naar het MIK is eigenlijk wel zeg maar minder geworden als dat die voorheen was. We hadden toch een broer-zusrelatie. Maar door eigenlijk alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, is bij mij de sympathie toch wel weggeëbd. Dat wil niet zeggen dat wij de lessen niet meer goed zouden ondersteunen. Of de activiteiten. Natuurlijk blijven we dat doen. Ik vind ook dat de docenten en iedereen van het MIK hier welkom is. Zolang we met het MIK een overeenkomst hebben. En we doen onze uiterste best om dat zeg maar in goede harmonie te laten verlopen. Maar ja, op ander niveau, laat maar zeggen op bestuurlijk niveau, ja, zal er toch nog het een en ander uitgevochten moeten worden.